ben Simon Bonen. Ik ben werkzaam als huisarts in Temse sinds 2023 in een groepspraktijk. Als arts start je eigenlijk sowieso als vrij beroep, dus als zelfstandige. Dus heb ik qua informatie moeten inwinnen bij een accountant. En die raadde me eigenlijk aan om direct te starten met een vennootschap, omdat de meeste artsen na verloop van tijd toch sowieso een vennootschap oprichten. En de eerste 3 jaar blijft het geld eigenlijk beter in de vennootschap, omdat je dan vanaf het 4e jaar het aan een voordeliger tarief kan uitkeren. En aangezien dat ik dat geld niet direct nodig had voor de aankoop van een huis of zo, heb ik ervoor gekozen om direct eigenlijk een vennootschap op te richten. Voor Simon was het vrij snel duidelijk dat we best richting een vennootschap gingen kijken. Stel dat dat niet het geval zou zijn, dan hebben we wel een rekentool ter beschikking waarin dat we eigenlijk over een periode van 10 jaar gaan kijken of dat een eenmanszaak of een vennootschap voordeliger is en welke inkomsten dat je dan op het einde van de rit eigenlijk overhoudt. SBB heeft mij bij de opstart vooral geholpen door samen met mij een financieel plan op te stellen met een soort inschatting van hoeveel dat ik zou verdienen als huisarts. En achteraf blijkt dat zelfs nog wat hoger te liggen dan de schatting, dus dat is wel fijn. Voor startende medici zal het zeker niet altijd makkelijk zijn om hun inkomsten in te schatten. Nu, dat is dan ook wel het voordeel van het feit dat we met experte medische beroepen werken. Dat we eigenlijk wel zicht hebben op de sector en daarin kunnen begeleiden. Annemie, mijn vaste accountant bij SBB, heeft mij geholpen bij de aankoop van een deel van het praktijkgebouw door iemand in te schakelen van de juridische dienst, die dan advies heeft gegeven over hoe dat gebouw precies te financieren, hoe de lening af te sluiten. Op het moment dat er een opportuniteit was voor Simon om in de praktijk in te stappen, is hij terug naar ons gekomen. En ook daar hebben we dan de expertise in huis om hem te begeleiden naar de beste optie om dat eigenlijk te gaan doen. Ik ben dus eigenlijk wel heel blij dat SBB mij dat advies gegeven heeft om die vennootschap op te starten. Want dat bewijst nu al zijn nut.